je dag. Het is vandaag maandag en ik heb de hele dag geretoucheerd. De stagiair heeft de hele dag geretoucheerd en Tom heeft video geëdit. En ik heb zojuist het alarm erop gezet en ik ga nu naar de auto lopen om Tom uit te zwaaien. Want ik zou eigenlijk meegaan naar de tennis, maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Want zijn vriendin van Tom, zijn partner, ging niet mee, dus heb ik besloten om niet mee te gaan. Helaas. Ik snap het wel, want je moet heel lang wachten. Ja, Tom moet namelijk 2 wedstrijden spelen. Dus van half zeven eentje en pas om 21:15. Dus anders moest ik al die tijd alleen doorbrengen en mezelf zien te vermaken. Ja, en op 2 parken ook nog. Ja. Dus we nog gaan rijden tussendoor. Ja, dus nou, het was beter dat jij alleen gaat. Dus ik ga donderdag dan weer meekijken. Maar dan ga ik zo meteen lekker naar huis en dan de kat knuffelen terwijl jij lekker aan het tennissen bent. Melding. Dus hij is een mannen naar beneden aan het rennen. Dus Hé, hey, maar dat is niet voor jou, hè? Nee, er staat toch Jasmijn Bult op? Mevrouw Jasmijn Bult. En dan ga jij het openmaken? Ja. Dat is niet hoe het werkt, hè? Ik heb een bol.com pakketje gehad. Jasmijn had zich een beetje verluld. Ik had me niet verluld. Ik denk dat ik weet wat het is. Want het is vandaag launch day of een nieuwe game. En ik heb Jasmijn een keer een game cadeau gegeven toen het ook net uit was, dus... Wat? Uit? Ja. Heb je het uitgemaakt? Nee, toen het net uit was de game. Oh, oké. Ik ga hem even openmaken. Maar het is mijn pakketje, schat. Je mag niet openmaken. Ik ben moe van het leven. Het voelt als een spel. Ja! Nice, dankjewel. Yay, ik ga winsten liggen. Dankjewel. We gaan er niet heen, maar vanavond is zo te zien film op de Brink.
Een hele goede avond. Ik weet niet of je mij al had gefilmd vandaag. Nee. Volgens mij filmen we niet zoveel deze week. Nee. Maar we zijn aan het geocachen. Want zelfs mijn zus die stuurde in één keer een bericht van... Hey, ik ben aan het geocachen. Kunnen jullie helpen? Hebben jullie deze al gedaan? Dus toen dachten we, nou, even kijken. Maar uiteindelijk hadden we het niet gedaan. Maar we moesten deze nog in deze omgeving een paar doen. En dit konden we weer fietsen. Dus we dachten, oh, we hebben al zo lang niet meer gegeocached. Laten we gewoon even een keer doen. We zijn hierheen gefietst en we hebben er al twee gedaan. We zijn even Jasmijn en zus tegengekomen en haar vriend. Dus dat was heel erg gezellig. Toen gingen we de volgende geocache doen. En toen kwamen we andere geocaches tegen. Hebben we ook nog heel erg mee gekletst. En, wow, wat doe jij? Wow. Wat doe jij? Oh, wow, ik maak het open. En dit is de derde geocache die we aan het doen zijn. Hey, yo. Dat is vet. Ja. Oh, dat is omdat je die er doorheen prikt. Oké, okay, en nu moeten we gaan lezen, denk ik. Wat grappig deze, zeg. Wow. Dat is cool. Ik denk niet dat je kan pakken. Nee. Wow, cool. En nu moeten we gaan puzzelen. We zijn eventjes verder gefietst en kijk hoe cool deze geocache is. Er zijn bouwsteen schroef, maar hier hebben ze gewoon een gat in gemaakt waar ze de geocache in stoppen. Echt super grappig. Ik had hem gevonden, hij zat uiteindelijk... hierin. Maar oh, wat grappig is deze. Een hele goede avond. Ik ben lekker aan het lezen en Tom gaat als het goed is zijn puzzelboekje doen. Dus ja, dat gaan we nu nog even lekker doen. We willen jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en dan zien we jullie hopelijk volgende week weer terug. Doei doei!